Sam nodigt jullie vandaag uit om een bodyscan te doen. Dat vindt hij zalig, zeker wanneer hij moet gaan slapen of wanneer hij zich een beetje angstig voelt. Zet je een kleermaker zit op een kussen of een tapijt, of je mag ook recht gaan zitten op een stoel en de handen op de bovenbenen. Als je wilt mag je ook op de grond gaan liggen met je handen naast het lichaam. Sluit je ogen. Of hou ze een heel klein beetje open, alsof je niets aan het staren bent. Zit of lig je goed? Oké, dan beginnen we. Ik beeld me in dat ik in het gras lig. En voor mij vliegt er een libelle. Ze komt nu op mij zitten. Ik volg haar door mijn aandacht te richten op alle lichaamsdelen die zij aanraakt. Nu komt ze zitten op mijn linkerteen. Voel je het? En ze vliegt langs de rest van mijn tenen en zo over mijn linkervoet. Wat voel ik in mijn linkervoet? Jeuk, kriebels, tintelingen, misschien een zacht kloppen. Voel het warm aan of koud of iets helemaal anders? Of misschien voel ik niets, dat is ook goed. De libelle gaat omhoog langs mijn been, mijn knie, mijn bovenbeen. Ik voel heel mijn linkerbeen nu. Ik adem in en uit, terwijl de libelle naar mijn andere voet vliegt, mijn rechtervoet. Wat voel ik wanneer de libelle op mijn tenen en mijn voet neerstrijkt? Ik voel mijn voet nu de onderkant. De bovenkant. En de libelle gaat naar boven langs mijn been, mijn knie, mijn bovenbeen. Ik adem in en uit, terwijl de libelle nu op mijn buik komt zitten. Grappig, ze voelt hoe dat mijn buik groter wordt wanneer ik inadem. En kleiner wordt wanneer ik uitadem, net als een ballon. De libelle vervolgt haar weg en komt uit bij mijn hart. Daar gaat ze zitten zonder te bewegen. Ze luistert. Zou ze mijn hartslag horen? En voel ik die? Ik luister naar de regelmaat van mijn hartslag. De libelle fladdert rond mijn hart en ik voel hoe mijn borstkas op en neer gaat. De libelle vliegt nu naar mijn linkerhand en ze wandelt over al mijn vingers. Mijn duim, mijn wijsvinger, mijn middelvinger, mijn ringvinger en mijn pink. Ik voel de tintelingen of beweging in mijn vingers. Of ik voel niets, dat is ook goed. De libelle vliegt nu van mijn pols naar mijn elleboog, daarna naar mijn schouder, waar ze even blijft zitten.
De libelle gaat nu op mijn rechterhand zitten. Ze wandelt over alle vingers, daarna langs de rug van mijn hand. Ze gaat omhoog, naar mijn pols, mijn arm en tot aan mijn schouder. En de libelle blijft bij mij. Het gaat langs mijn hals, mijn kin, mijn beide wangen, mijn neus, mijn voorhoofd. En ik voel haar nu in mijn haren. Nu vliegt ze langs heel mijn lichaam. Ik voel het overal. Daarna vliegt ze voor mijn ogen om dag te zeggen. En nu vliegt ze weg. Dag libelle, bedankt voor je bezoek. Nu open ik mijn ogen weer. Ik rek mijn armen en benen uit. En ik geeuw als ik daar rood aan heb. En voor ik me recht zet, bedank ik mezelf om de tijd te nemen voor deze oefening.